Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom kijkers en luisteraars in de Euroborg. Wouter Boerkamp, wij zijn vanochtend na jouw hevige cocktailavond toch in de trein gestapt. Jazeker. 2 uur en dan ben je hier in Groningen. Ja, het viel heel erg mee. We zijn ook enorm gastvrij ontvangen, moet ik zeggen. We zijn eigenlijk gestationeerd in de skybox en we zijn op de tribune gaan staan. En dat allemaal dankzij Thijs Faber. Ja, van toepay. De boekhoudoplossing voor ZZP'ers. Ik dacht dat je ging zeggen... Netto bedragen op je rekening. Bijvoorbeeld Jaron Blonk, Lars Jesse. Jullie zijn tegenwoordig ZZP'ers, mochten jullie luisteren. Waar ik wel van uitga, dan is dit de oplossing. Ik heb verder geen idee hoe het allemaal werkt daar. Maar goed, daar komen jullie vast wel uit als jullie toepay googelen. En dat allemaal, nou ja, na de veldslag in Enschede. Want iedereen wist eigenlijk natuurlijk wel dat dit een beetje in de lucht hing. En het is ook echt gebeurd, helaas. Ja, inderdaad, helaas. En het hing inderdaad in de lucht. Maar ja, dat het elke keer zo uit de hand kan lopen. Ja, het is ook geen incident meer. Nee, het gaat eigenlijk... Nou ja, in 50% van de Europese wedstrijden in Nederland of zo gaat het mis de laatste jaren. En dat is natuurlijk super droevig. Alleen wat wel heel vermoeiend is dat de hele la met clichés dan weer open gaat. En dat er niet echt over de inhoud gepraat wordt. Want hoe kan dit gebeuren? Ik zag Marcel van de Kraan voor de camera staan. Twente onwaardig, persoonlijk drama. Ja, dat zal allemaal wel. Maar Twente onwaardig, PSV onwaardig bij die veldbestormen. Dat slaat nergens op. We moeten het over de inhoud hebben en wat er precies verkeerd gaat. Ja, er komen altijd heel veel containerbegrippen bij kijken als dit soort dingen worden besproken. Ja. En dat... Terwijl je eigenlijk moet kijken naar wat gebeurt er nou precies. Want we kennen natuurlijk een conflict zeg maar, tussen een thuisvak en een uitvak. In de stad gebeuren er altijd dingen. Alleen het is nu ook de laatste keer bij AZ dat er gewoon een vak is natuurlijk met 200 tussen haakjes sponsors. En dat zijn niet allemaal mensen die daar komen om rustig even een wedstrijdje te kijken. Nee, precies. En kijk, je moet er natuurlijk voor waken dat je nu niet clubs, gemeenten onder de bus gaat gooien. Terwijl er mensen zijn die zich misdragen. Want uiteindelijk, als jij met elkaar op de vuist gaat, dan ben jij schuldig. Ook als je geprovoceerd wordt. Aan de andere kant, als je provoceert, dan is dat natuurlijk ook iets wat niet thuis hoort. Op een thuisvak en een uitvak kan ik er dan wel om lachen. Maar dat is natuurlijk niet aan de hand hier. En er zijn volgens mij een paar dingen die echt verkeerd gaan. Want... We kunnen in Nederland niet zo goed omgaan met grote groepen uitsupporters. En dat komt een beetje door het beleid dat we gemaakt hebben. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit een logisch gevolg is. Maar bijvoorbeeld een jaar of 6, 7 geleden was ik bij die beroemde wedstrijd Dortmund, Legia Warschau. Daar mogen geen uitsupporters daarbij aanwezig zijn door een straf. Ja goed, die supporters van Legia Warschau... Als die Prigozjin daarmee naar Moskou was gegaan, dan was Poetin gelijk gecapituleerd. Dat zijn echt totale idioten. Wat ze bij Dortmund deden is, die hadden een vak opengelaten. En al die groepjes supporters, die werden 1 op 1 door relatief vriendelijke stewards. Of dat terecht is, kun je het midden laten. Opgehaald van, oké jongens, ga hier nou bij elkaar staan. Ik snap heel goed dat je de vriendin en de vader van Shaquille Pinas niet tussen de harde kern van Hammarby zet. Maar als jij ziet dat mensen aan het uitdagen zijn, dat ze aan het provoceren zijn. Dat ze daar in Hammarby shirts zitten of shirts van de harde kern. Dan zou je zeggen... haal die groep bij elkaar, zet die ergens in een vak, een rij stewards erbij. ME mag officieel dan de Stijn nog niet in, maar goed, vind daar een oplossing voor met extra stewards bijvoorbeeld. En zorg dat niet iedereen van vak naar vak kan rennen, want dat ging ook mis bij AZ. Er was natuurlijk wel een hek tussen, maar dat hek werd door een paar ventjes van 16 weggeduwd. Dat zijn 2 hele standaard dingen, dat zijn gewoon keuzes. Dan kun je de hele stad platleggen 2 dagen, maar dat zijn keuzes die je maakt als club om dat wel of niet te faciliteren. Maar zoals jij het nu uitlegt, want je hebt natuurlijk een uitvak gisteren gewoon in het stadion van Hammarby. Ja. Nou ja, dat was ook niet netjes met het minuut stilte, zeg maar, niet respecteren. Nee. Oké, maar het grootste probleem was uiteindelijk dat vak wat door de UEFA verplicht wordt gesteld. Want Twente moet gewoon 200 kaarten beschikbaar stellen voor, nou laten we zeggen tussen haakjes sponsoren. Want uiteindelijk zijn het geen sponsoren, maar zitten daar gewoon... familie, vrienden. Ja, maar zit daar ook gewoon een deel harde kern bij. Maar je weet... En dat is toch het probleem? Nou ja, kijk, dat is een cruciaal onderdeel, maar jij weet welke wedstrijd er ook gespeeld wordt... Er komen altijd uitsupporters op het thuisvak terecht. En daar kun je heel erg van balen, maar daar moet je wat mee. Je kunt niet zeggen van oké, Feyenoord speelt bij Heerenveen. Iedereen zit overal. We vinden dat prima. Je moet zorgen dat je daar beleid op kan maken. Dat betekent niet dat het klopt, dat het goed is. Je moet dat proberen te voorkomen. Maar we hebben daar in Nederland gewoon geen beleid op. We hebben er geen oplossing voor. En dat zie je gisteren ook weer. En dan kunnen we met z'n allen meehuilen met de wolf in het bos. Zwarte dag. Weet je wel, verschrikkelijk. Raakt het je ook persoonlijk? Maar dat is het probleem. Het probleem is... structureel, weet je wel. En ja, dat is wel heel vermoeiend, vind ik, hoor. Ja, en ik begreep ook dat de politie eigenlijk te laat, zeg maar, ingreep. Terwijl je eigenlijk... Of ja, is dat te makkelijk? Ja, de club is verantwoordelijk voor het stadion, voor de veiligheid daar, de lokale driehoek erbuiten. Leon de Voorde heeft nog een redelijk overzichtelijk stukje geschreven daarover. Dus ja, wat dat betreft is dat moeilijk. Maar ja, ik denk dat het niet zo gek zou zijn als je in Nederland op Europese avonden ook toegaat naar ME bijvoorbeeld tussen de vakken. En ja, dat had misschien iets voorkomen. En ja, kijk, die minuut stilte waar doorheen geschreeuwd wordt, dat is asociaal. Dat vind ik een feit. Alleen, als jij in Zweed bent en jij staat daar in het uitvak, dan krijg je ook niet mee wat zo'n stadionspeaker allemaal roept. Natuurlijk wel. Nee, ja, het is wel vanuit de club gecommuniceerd. Dus, maar ja, goed, okay, dat is misschien naïef om dan te denken dat dat daadwerkelijk wordt opgepikt door de supporters. Of dat ze daar überhaupt iets mee doen. En, maar ja, in Engeland doen ze dan vaak een minuut applaus. Dat is misschien zwicht je dan ervoor, maar ik vind dat wel een praktische oplossing. Ja. Ja, eigenlijk wel. En ja, waar ik dan inderdaad een beetje bang voor ben, is dat je dan er naartoe gaat. Dat juist de mensen zoals inderdaad de vader van Shaquille Pinas zat in het stadion, dat die dan niet meer mee kan. Na een van de mooiste wedstrijden, denk ik, uit de carrière van zijn zoon. Omdat er dan ook al 150 idioten naast hem zitten. En dat vind ik echt wel triest. Dat is super triest. Maar ja, daar zijn wel oplossingen voor. En kijk, er gaat nooit een situatie komen in de wereld waarin dit helemaal uitgebannen wordt. Mm. Dat zal altijd blijven, want voetbal wordt aangegrepen door idioten om te gaan vechten. Dat heb je hier ook gezien bij FC Groningen. Maar dat zie je bij bijna iedere club. Alleen, er zijn wel gewoon mogelijkheden om het te verbeteren. Weet je wel? En ja, we hoeven nu niet weer allemaal naar Engeland te gaan kijken, want daar gaat ook allemaal shit mis. In Duitsland ook. Maar er zijn wel gewoon handvatten om het beter te maken. En het is vervelend en vermoeiend dat we die in Nederland nooit aangrijpen. En ja, als het gevolg dan is dat er ook geen uitsupporters naar Zweden kunnen, dan zou dat toch wel echt weer heel droevig zijn. Maar ik sluit dat zeker niet uit. Nee, ze gaan natuurlijk in Stockholm, zoals dat gaat onder voetbalsupporters, wraak nemen. Mm. Ja. Nou, ik sluit ook niet uit dat ze die maatregel gaan treffen. En ook gewoon dat een deel van de supporters ook misschien helemaal niet meer willen. Want er zal natuurlijk een deel van de supporters zijn die echt graag naar die wedstrijd toe wil, die goede bedoelingen heeft, maar die misschien al niet eens meer durft. En er zal een deel zijn die misschien slechte bedoelingen heeft. Ja, die dan wel wil gaan. Maar ja, die kun je dan beter niet laten gaan. Nee, ja, dat is... Ja, ik denk dat je mensen altijd wel een keuze moet geven. En ja, ik vind het wel echt... Ja, ik wil niet zeggen dat ik er buikpijn van heb. Want dan kom je met dezelfde theatrale dingen als Veronica gisteren in die interviews. Maar het is wel gewoon echt heel, heel erg sad dat het zo gaat. Sorry voor het Engels taalgebruik. Want zeker omdat FC Twente, vond ik, een hele goede wedstrijd speelde. Ze wonnen 1-0 door een bal die Stijn erin schoot. Een corner die stil kwam te liggen op de penaltystip. Maar dat had echt wel meer moeten zijn, hè? Ja, maar was het een beetje glas half vol of glas half leeg? Want aan de ene kant hebben ze inderdaad te weinig eruit gehaald. Aan de andere kant zijn ze ook niet in de problemen gekomen tegen best wel een stugge tegenstander. Of ja, heel gek. Wel 5 man achterin. 3 centrale verdedigers de boel dichtzitten. Maar ook proberen op te bouwen. Dat was een hele gekke combinatie. Ja, en ook omdat af en toe, als ze er doorheen voetbalden, zag het er best wel aardig uit. En met die linkerkant, met een hele merkwaardige back die hele goede en hele slechte dingen deed. Een buitenspeler die ook wel relatief dreigend was. Vergeef me de namen. Maar ja, ik denk dat als je echt realistisch bent, dan moet je hier wel dikker van winnen. Ja, of nou was het lekkerder geweest als je dikker had gewonnen. Zeker met die uitwedstrijd nog. Nee, maar ook nog met wat je aan kansen gehad hebt. Oh nee, absoluut. Nee, dat ook. Dat, ik bedoel, ik hoorde nog zeggen dat Rots, die schoot die bal naast. Dat er gezegd werd door Romano Denneboom dat hij niet genoeg rust had. Maar hij wilde hem volgens mij gewoon in de korte hoek schieten. En de keeper verrassen. Uiteindelijk lukt dat niet. Ja, dat is wel zonde natuurlijk. Als je ziet wat je qua aanvallende creativiteit en efficiëntie hebt ingeleverd, dat je dan nu met deze jongens voorin loopt. Hè? Zo eerlijk moet je zijn, vind ik wel. Daar zit hem ook wel een beetje het verschil in. Als jij naar de selectie van vorig jaar keek en naar de selectie van nu, is dat misschien ook wat verschil tussen een 1-0 en een 4-0. Want ja, Rots was vorig jaar tweede keus. Is eigenlijk uitgespeeld door Cherry. En hij terecht ook, dat kwaliteitsverschil is groot. Rots voelt voor mij een beetje als de Meijer van Brederode van AZ. Hij staat er wel. Ja. Het is niet per se dat hij geen talent heeft. Alleen hij is misschien nog niet toe aan dit niveau. En dat... Ja, is en vervelend voor hemzelf, omdat hij misschien ook een beetje de kop van jut wordt bij supporters op een gegeven moment. Ja, en dat zou heel onterecht zijn. Nou ja, en voor FC Twente ook, omdat ze daar gewoon kwaliteit tekort komen. En nu aan de linkerkant Flap of Van Wolfswinkel hebben staan, wat natuurlijk ook geen luxe is. Hadden we maar een technisch directeur waar we dat een keer aan konden vragen. Ja. De linker centrale verdediger is nog niet, hè? Beloofde. Nee, precies. Nou ja, goed. Laten we hopen dat het genoeg is voor de return. En dat Brugge in de gezondheid. Netjes ben ik, hè. En dat Brugge nog richting... als ze de tweede ronde halen. De volgende ronde halen, laat ik het zo zeggen. Dat er dan misschien nog wat meer aan de selecties toegevoegd. Ik denk het wel. Zeker als je uiteindelijk de groepsfase in wil. Dan is Rots, hoe ijverig die ook is, denk ik nog niet wat je zoekt als Twente. Ricky van Wolfswinkel viel nog in als linksbuiten. Hoeveel spitsen zijn er geweest die aan het einde van hun carrière ineens op de vleugel belanden? Dat is volgens mij echt bijna nooit gebeurd. Dit is echt een goede quizvraag. Dit zou ik ook niet eens uit mijn hoofd zo weten. Nee, dat is echt... Dat is eentje voor de comments dit. Ja... Nou ja, jongens, in de comments, jullie hebben altijd zoveel kritiek op alles en iedereen. En terecht ook. Laat je een keer niet uit over Lars' pet en mijn kapsel, maar over de linksbuiters die vroeger in de spits speelden. Nou ja, en dan ja, moeten we verder denk ik maar vooruit gaan kijken naar volgende week. Ik denk dat Twente dit absoluut moet redden. Maar als je de beelden ziet van dat stadion daar, dan kan het daar een flinke heksketel zijn. En ja, Twente is vrij ervaren, maar ja, de bal kan raar rollen. Zo. Ga je er nog meer clichés uitgooien? Nee, maar zo is het toch. Want ja, als je puur naar het individuele kwaliteitsverschil kijkt, dan moet je dit redden. Ook omdat je gewoon redelijke fysieke en ook defensieve stabiliteit hebt. Ja. Maar ja, het lastige van dit soort Europese wedstrijden is dat er natuurlijk de gekste dingen gebeuren. Ja, en het zou wel een beetje typisch Nederlands van een aantal jaar geleden zijn om dan hier te weinig uit te halen uit de eerste wedstrijd en dan in de tweede wedstrijd nog weg te geven. Dus ik ben er nog niet zo zeker van. Nee, zeker. En wat vind jij ervan dat ze bij Voetbal International gisteren de daily geluisterd hebben, Freek Jansen, Rayon Boeren gaan, dat ze dachten, oh, ze hebben het over PSV komend seizoen. We gaan eens even een uitgebreid VI Pro artikel tekenen heel snel en dan gaan we het hebben over komend seizoen. Ja, zo werkt het in de mediawereld. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik vind het fijn dat we via Rayon weer een goede inkijk krijgen in Ajax. Je zegt Rayon? Ja, nou, zo heet die jongen. Kan je goed met hem? Komend seizoen. Ik ken hem niet zo heel goed. Ik heb hem af en toe een paar keer gezien. Maar het is niet dat ik bij hem op de koffie kom. Maar ik heb wel het idee dat hij... hij is een van de weinigen, denk ik, die beter geworden is van de degradatie van FC Groningen. Want daardoor is hij uiteindelijk gepromoveerd naar Ajax. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja. Ja, nee. Maar goed, sorry dat ik je onderbrak. Nee, waar wil je het over hebben, zou ik zeggen. Nou ja, ik denk dat Mislintat nu nog wat meer openheid geeft over uiteindelijk de wensen van Stijn. Stijn wil er nog 4 of 5 spelers bij hebben. En volgens mij is het totaal onduidelijk hoeveel geld Ajax kan uitgeven. Want Mislintat die prijst de RVC en Suzanne Lendrik dat er geld uitgegeven mag worden. Maar ja, ik heb geen idee hoeveel begroting hoeveel geld hij heeft om uit te geven. Nee, dat hangt ook heel erg af van wie er nog weggaat. Kijk, hij heeft deels natuurlijk wel een beetje duidelijkheid gegeven. Want wat nog wel veel te vaak gezegd wordt is, nou ja, Ajax had onbeperkte financiële mogelijkheden, heeft goed verkocht, die zullen nog wel heel veel geld hebben liggen. Ik heb niet het idee dat dat nou heel erg het geval is. En dat zij voor die 4 à 5 aankopen die Stijn eigenlijk wenst, dat er daar misschien 2 of 3 reëel van zijn om nu te halen. En dat er anders eerst verkocht moet worden voordat er andere spelers binnen gaan komen. Ja. En dat is wel echt heel anders dan andere jaren. En weet je wat ik dan wel een beetje gek vind? Want heel veel Nederlandse clubs die zijn gewend uit een soort schijntransparantie dan te zeggen, we hebben nog een potje van 10 miljoen, we hebben nog een potje van 15 miljoen. Ik denk dat dat nooit handig is om te zeggen, want uiteindelijk geef je daarmee natuurlijk ook andere clubs informatie waarvan je liever niet hebt dat ze die hebben. Maar hoeveel denk jij dat Ajax nog uit kan geven? Of heb je daar ook echt totaal geen zin op? Nee, nou ja, wat een paar tientallen miljoenen denk ik voor 2 tot 3 spelers. En daarna puur afhankelijk van een verkoop van Álvarez of een verkoop van Kudus. Alleen ja, als je Mislintat moet geloven, is daar nog niks concreet voor. En kan het wel eens een hele leuke transferperiode worden in de zin van dat echt heel veel op 31 augustus nog gaat gebeuren. En dat kun je positief of negatief uitleggen. Want vorig jaar is natuurlijk echt van alles fout gegaan. Ook met Ocampos. Dus normaal gesproken zou je zaken al veel beter voor elkaar moeten hebben. Maar voor de volgers en voor ons, om het komende weken in de gaten te blijven houden, is het eigenlijk fantastisch. Ja, wij spinnen hier garen bij. Ja, hoe meer chaos bij Ajax en bij PSV. Dus hoe langer zij wachten, hoe minder aankopen zij doen, hoe onduidelijker het is, hoeveel geld zij tot de beschikking hebben, hoe leuker het voor ons wordt. Nee, absoluut. Dus ik hoop dat ze op de laatste dag nog 5 spelers halen. Maar dat gaan we zien. Wat wel best opmerkelijk is dat er geen 6 meer bij lijkt te komen. En natuurlijk is Álvarez er nu nog de kans dat hij weer teruggaat naar Londen, waar natuurlijk zijn vriendin en zijn kindvrouw woonde, is aanwezig. Want West Ham wil hem hebben. Maar wat vind je daarvan? Vind je dat gek? Nou, Tahirovic is er natuurlijk. Kan daar ik zie Van de Bomen en Tahirovic, zoals het is verteld, als vervangers voor Grealish en Álvarez, vind ik niet een 1-op-1 vervanging. Want dan mis je gewoon de bepaalde kwaliteiten van Álvarez. Sterker nog, dan ga je serieus twijfelen aan het zicht van Mislintat. Of je moet een hele andere invulling willen hebben van het middenveld. En je wil er meer voetbal in hebben. Maar ja, dat koppel ik nou niet direct aan Mauricio Stijn. Nee, sorry. Nee, dan Mauricio Stony. Nee, dan zit je er heel aan te denken dat ze voor een paar miljoen nog Kitolano of zo erbij schuiven. Maar ja, blijkbaar gaat dat niet gebeuren. Hè? Er zijn, denk ik, best wel veel Ajaxiden die een seizoenskaart aanleveren als Kitolano dan de oplossing wordt. Ik ben benieuwd of dat echt gaat gebeuren. Maar als je kijkt naar Álvarez, stel dat hij wel blijft, ja, dan is het voor nu ook nog de meest serieuze optie voor rechts centraal achterin. Dus dan moeten er ook nog eerst 2 centrale verdedigers bij komen voordat hij daadwerkelijk als 6 kan gaan spelen. Ik denk dat Edson Álvarez echt 6 punten scheelt in een seizoen. Afgelopen jaar vond ik hem cruciaal verdedigend. En dan heb je het nog niet eens over de spelsituatie, maar ook hoe hij dat helemaal bij elkaar houdt. En ik bedoel, uiteindelijk als onze vriend Soutalo van Dynamo Zagreb erbij komt, met Roelie die geen Nederlands spreekt, met Hato die heel onervaren is, met Tahirovic die geen Nederlands spreekt. Als je dat allemaal moet combineren, dan heb je daar wel echt een leider nodig die het neer kan zetten. En goed, Álvarez spreekt ook geen Nederlands, waar ik net aan refereerde. Maar dat is wel iemand die dat heel goed regisseerde. En ja, ik denk dat dat voor Stijn echt cruciaal gaat worden. Zeker als je ook met ruimte in de rug gaat spelen. Ja, en er komt eigenlijk al heel veel druk. Stel dat Álvarez weggaat, komt er eigenlijk al heel veel druk te liggen op de schouders van Branco van der Bomen. Ook in de zin van leidersrol en dat Ajax-supporters hem daar al naartoe praten. Dus ja, het is... Maar dat zegt alles over hoe slecht het gegaan is bij Ajax de afgelopen jaren. En natuurlijk is hij fantastisch aan het voetballen in de voorbereiding. Maar dat hij nu ineens de leider moet worden. Terwijl hij een paar jaar geleden nog bij FC Eindhoven en de Graafschap speelde. Dat zegt wel veel, hoor. Ja, maar goed, dat laatste kun je hem natuurlijk niet op afrekenen. Nee, maar Wouter, wij maken een podcast. Dus dan moet je het af en toe een beetje schetsen. Ja. Weet je wel, kijk, als je het heel erg genuanceerd houdt. Dan luister je er binnenkort helemaal... Nee, dus daar ben jij voor om de luisteraars binnenboord aan. Maar om nog even door te gaan op Van der Bomen. Want dat vind ik eigenlijk wel, als je Ajax en PSV combineert, is dat eigenlijk de enige creatieve aankoop in de zin van transfervrij gehaald. Maar Tahirovic is toch ook creatief? Ja, maar die kost gewoon 7,5 miljoen. Ja, oké. Maar... Dus dat vind ik al een flinke investering voor een speler die er misschien nog niet eens direct staat. En PSV heeft bijvoorbeeld Lang en Pepi gehaald. En dat zijn de enige twee aankopen. Ik mis daar een beetje de Van der Belt, de Belers, de Pajaus en dus ook Van der Bomen, wat Ajax dus wel heeft gedaan. Dat mis ik bij PSV een beetje. Grote investeringen, maar wel weinig spelers. Ja, het lijkt erop alsof ze bij PSV eigenlijk wachten tot Ibrahim Sangaré wordt verkocht. Die clausule is 37,5 miljoen. Stewart zei daar tegen Freek Jansen over van, ja, we hebben er eigenlijk geen enkele... macht over. We hebben er niks over te zeggen. Geen grip op, inderdaad. Dat is wat ik zocht. Want als een club dat op tafel legt, dan is hij weg. En maar dat is toch liever vandaag dan morgen, volgens mij, voor PSV. Nou ja, qua bedrag wel. Alleen qua Champions League voorbereiding. Het zou echt dramatisch zijn als Sangaré bijvoorbeeld 3 dagen voor de eerste wedstrijd iemand zegt, nou, die 37,5 miljoen is prima. Ja. Of dat ze zeggen, nou, 35 miljoen willen we hem eigenlijk wel voor hebben. Dat Sangaré denkt, nou oké, prima, maar dan ga ik niet meer spelen in de voorronde. Ja. Ik vind het echt een gigantisch risico voor PSV richting Gakpo Stewart. Hebben ze toen gezegd, gewoon oké, hij blijft nog gewoon tegen Rangers. Maar ja, dat kan niet met zo'n clausule. Weet je wel? Dus ja, dat is denk ik gewoon heel erg Ibrahim Sangaré pleasen. Net doen alsof je je mail niet leest. Je fax uitzetten. Ja. Telefoon uit. Maar ja, ik vind persoonlijk dat Ernest Stewart nog niet een extreem goede indruk maakt. Omdat ik het helemaal met je eens ben dat Pepi en Lang... Ja goed, ook een beetje bord op schoot scouting is. Maar wat ik nog veel gekker vind, is dat zij heel veel vertrouwen hebben in de huidige backs. Dus dat is Mwene rechts, links, Van Aanholt. Ja goed, die speelt dan nu niet. Sambo moet het nog laten zien in de top. Want wat hij zegt is, er komt nog een centrale verdediger bij. Een middenvelder en een opvolger voor Simons. Dus dit worden de backs. Nou ja, goed, dat is niet helemaal waar. Er ligt gewoon niet de prioriteit. Dus ze gaan eerst kijken naar de posities die ze echt willen versterken. En daarna of er nog ruimte over is om bijvoorbeeld naar de backs te kijken. Maar daar ligt niet de prioriteit bij PSV. En dat vind je logisch? Nou ja, je moet keuzes maken. Maar Shorendi Sambo is dus... eigenlijk een beetje omhoog gevallen. Want hij heeft het goed gedaan bij Sparta. Maar in het begin was dat een speler van je zegt, misschien kan hij volgend jaar mee bij PSV. En nu is dat ineens een jongen die er moet staan. Nee, dat is toch heel gek? Dat is waar. Alleen als je kijkt naar de prioriteiten binnen PSV, dan zijn er grotere prioriteiten dan het vervangen van... Er wordt hier weer begonnen met grasmaaien. Van Shorendi Sambo. Dus ik snap het op zich wel. Zeker als je moet een centrale verdediger bij hebben. Je moet een opvolger van Sangaré hebben. Ja, en eigenlijk alleen de genoemde opvolger van Simons. Ja, daar twijfel ik een beetje bij of je dat überhaupt op een goede manier kan invullen. Plus je hebt Noah Lang al. En je hebt best zoveel opties voor die dubbele teampositie. Dus wat dat betreft, ja, weet ik niet of daar nou de prioriteit van PSV ligt. Het lijkt me echt super moeilijk als jij de aangewezen technisch directeur bent om de opvolger voor Xavi Simons binnen te halen. Ja, nee, sowieso. Want als je nou, kijk, voor Gakpo vang je een hoop geld. Voor Sangaré vang je een hoop geld. Maar hier vang je, nou ja, we weten het niet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miljoen voor. Daar kan je nooit een gelijkwaardige speler voor binnenhalen. En huur zal ook niet zomaar geaccepteerd worden door... Nou, 10 is het sowieso niet. Maximaal 6 volgens mij. Dus, kijk, en deze constructie... Nee, het kon ook in bepaalde situaties 12 zijn. Dat volgens mij niet. Waarom heeft Rick Elfrink daar geen stuk over geschreven, Wouter? Ja. Nee, maar goed, kijk... Zo'n constructie als met Simons, ondanks dat Stewart het waarschijnlijk heel graag zou willen, heeft hij ook benoemd. Dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Dat je zo'n uniek talent voor een jaar op deze manier kan halen. PSV mag het hopen, maar dat gaat in ieder geval niet gebeuren. En ik ben ergens wel benieuwd of jij een idee hebt waarom zij de Belers bijvoorbeeld van deze wereld, de Van der Bomers van deze wereld, waarom die niet bij PSV uitkomen. Nou ja, ik denk dat het bij Van der Bomen heel erg gaat om wat je hem kan bieden financieel ook. Weet je wel? En dat hij is relatief ervaren. Hij heeft niet heel lang meer te voetballen. Hij wil graag naar de Nederlandse top. Ik denk dat Ajax en PSV qua toekomst redelijk dicht bij elkaar liggen. Al is Ajax natuurlijk kapitaalkrachtiger. Ik denk dat bij Belen het heel erg ontwikkelperspectief is. Weet je wel? En als je ziet wat hij voor zich heeft bij Feyenoord, dan denk ik dat je als jonge centrale verdediger zegt: wow, het lijkt me super nice om met Hansko en met Trauner te spelen. Daar kan ik heel veel leren. En als je hem een video laat zien van Ramalho, dan denk ik, dan zeg je van ja, dan zit ik straks op de bank achter een dure Braziliaan. Weet je wel, ja, ik snap dat wel. Ik heb niet het idee dat wij ooit een fanclub voor Ramalho gaan oprichten. Nou ja, in zijn eerste weken, als hij dan kopte en zijn haar vloog spectaculair door de lucht, dan vond ik het er nog wel heldhaftig uitzien. Ja, vooral ook door dat haar, denk ik. Ja, vooral door dat haar. Maar verder, ik had zoveel meer van hem verwacht toen hij naar Nederland kwam. Ja, goed. Roger Schmid bleek ook niet de allerbeste scout, hè? Nee. Uiteindelijk wel een aardige... Is dat lokaal dialect? Ja, wel een goede trainer, zeker. Uiteindelijk wel een goede trainer. Ja, misschien moeten we wel een beetje gaan overstappen naar het dialect. Ja, je hebt Groningen. Je hebt Groningen vandaag al een keer het Hoge Noorden genoemd. Ja, jij vind dat dus niet. Ik vind dat niet denigrerend. Ik vind het Verre Oosten, het diepe zuiden vind ik ook niet denigrerend. Want voor Nederland is Groningen ver. Je kan niet veel verder. Ja, ik vind het altijd een beetje gezeik dat Nederlanders moeilijk doen om 2 uur in de trein te zitten of in de auto. Ik vind dat zelf prima. Maar ja, relatief gezien is dat zo natuurlijk. En 2 uur in de trein zitten is natuurlijk een kleine moeite om een podcast te kunnen opnemen met Thijs Faber. Want met ik denk dat we richting FC Groningen gaan. Kon veel minder. Dus dat hij aan kan schuiven. Ja, hij komt er nu aangelopen. Aangeschoven bij ons in het Hoge Noorden is Thijs Faber. Goedemiddag, Mart. Jij vindt het niet leuk als mensen Hoge Noorden zeggen? Nou ja, niet leuk. Het is niet dat ik er nu niet meer van kan slapen of zo. Maar ik vind dat toch altijd een beetje Calimero in mij. Zo'n randstedeling die dan hier het Hoge Noorden... Ik kom gewoon uit Deventer, man. Die helemaal naar Groningen is gekomen. Dat is het ook altijd. Ik kom uit het Verre Oosten. Ja, weet ik. Maar ik denk altijd van... voor ons is het heel normaal dat als wij naar Amsterdam moeten, dat we 2 uur moeten rijden. En altijd als Amsterdammers dan naar Groningen komen, dan moet je vertellen hoe ver het is. Ja, dat is zeker waar. Ja, maar de ontvangst die was prima. Ja, de ontvangst was prima. Je hebt alles geregeld. We konden de skybox in van... Toepay. Ik noem het nog maar een keer inderdaad. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar je van bekend bent. Kon veel minder de podcast. Nee. Dat, volgens mij loopt hij al bijna 5 jaar. Ja, we zitten aan ons lustrum eind augustus. Dus bijna 5 jaar. Ja, en hoe kan je dat nou beter vieren dan met een wedstrijd in de Keukenkampioen-divisie? Ja, dat is... Nou, het is wel Willem II thuis. Dus op zich een eredivisiewaardige wedstrijd rondom dat lustrum. Maar het is natuurlijk... Ja, wij hadden 5 jaar geleden niet verwacht dat... de podcast deze weg zou kiezen. Dat we nu ook echt over de opnamedag en zo veranderen moeten hebben. Dus, want zit jij nog een beetje in het rouwproces van de degradatie? Of ben je al met een frisse moed richting nieuw seizoen en promotie aan het gaan? Ja, dat rouwproces dat heeft zo lang geduurd. Hè. Nou, het was een ziektebed dat heel lang duurde. En toen het definitief werd, was het wel even een klap. En daarna ben ik vooral bezig geweest met er niet bezig mee te zijn. En nu het seizoen eraan begint te komen, dan probeer je ieder greintje positiviteit er wel uit te pakken om het in ieder geval voor jezelf behapbaar te maken dat je de eerste 2 wedstrijden tegen 2 belofte teams moet spelen. Dus ik had me ook al voor het eerst in mijn leven negatief over belofte teams uitgelaten op Twitter. Heel goed. Dat komt je ook meteen, dat wist ik niet. Ik dacht dat in Nederland de mening was dat kut is. Maar dat is blijkbaar, zijn er een heleboel mensen die dat geweldig vinden, die belofte teams in de KKD. Ik mag er niet meer over praten. Maar, ik ben nu, een nieuwbakken keukenkampioen-divisie supporter natuurlijk. Dus dat was voor mij ook een ervaring. De oorlog gaan we niet winnen tegen de belofte teams. Nee. Maar misschien een keer een slag. Dus ik vind dat we ons moeten blijven uitspreken, net als tegen sociale ongelijkheid. Want de macht bij de grote clubs is echt gênant. En uiteindelijk profiteert het Nederlands voetbal niet. Maar Ajax, PSV, FC Utrecht en AZ. Maar goed. Ik ben het hier helemaal mee eens, Mart. Het is verschrikkelijk. Aan de andere kant, weet je, het is eenmaal een feit. En gelukkig is Kevin van Veen met de zilvervloot binnengehaald. Ja. Want de 32-jarige spits werd voor bijna 6 ton overgenomen. Verdient een vorstelijk salaris. Het schijnt een 1,5 miljoen. En het is wel echt wel heel met bonussen, Groningen, denk ik hoor, 1,5 miljoen. Oh, dan valt het wel mee. Nee, maar dan moet hij ook 30 goals maken en ons naar de Eredivisie schieten. Heel Groningen houdt zich aan hem vast. Is dat terecht of vind je dat een beetje gek? Nou, ik heb hem nu in de voorbereiding een paar keer gezien. Ja, we hebben pech gehad. Hij heeft 2 weken echt zware griep gehad. 40 graden koorts, plat op bed. Jezus. Dus daar is hij niet perfect uitgekomen, zeg maar. Dus hij was ook zeker nog niet fit. Wat het eigenlijk nog gekker maakte dat hij verreweg de beste man op het trainingsveld was. En ik heb een oefenwedstrijd van hem gezien tegen Deinze uit België. Tweede niveau, middenmotor. Ja, Het was niet een top tegenstander, maar wel twee van die beren achterin. Ja. Ah, en die gast die is maar met één ding bezig. Ja. Joh. Dat is zo snel mogelijk die goal maken. En op een gegeven moment maakt iedereen achter standbeen. Je hoorde ook, hij had met een van de jeugdspelers een weddenschap gemaakt. Van, nou, dat was met Tom van Bergen. Van, ja. Tom, als jij niet scoort, dan moet je een week koffie voor me halen. Ik ga er niks tegenover zetten, want ik scoor toch wel. Nou, en inderdaad, achter standbeen. En daarna liep een van onze mede-podcasters hem tegen het lijf. Die zei, joh, Kevin, mooie goal. En toen zei hij van, ja, weet je, als ik fit was geweest, had ik hem ook nog even 4 keer hoog gehouden. Dus dat is een beetje, ja. Het is heeft ook, hij zelfvertrouwen? Hij downplayt ook niet. Hij zegt gewoon 30 goals. En als je zegt, nou, je gaat er geen 30 maken. Dan zegt hij, ja, is goed, dan maken we 38. Want dan heb ik dat record van Muren uit de boeken geschoten, ja. Ja, dit is, in Groningen hebben ze toch altijd een enorm hekel aan de arrogantie uit Amsterdam. Ja, maar dit is dan heel lekker. Ja, maar hier komt hij op een of andere manier weg. Ja, kijk, als hij na 10 wedstrijden op 2 goals staat, dan heeft hij een probleem natuurlijk. Ja. Maar op een of andere manier, na het jaar wat we gehad hebben, een speler die gewoon binnenkomt en gewoon zegt van, joh, we gaan terug naar de Eredivisie. Ik ga de 30 maken. Ja, dat is toch wel verfrissend of zo. Ja. Is dat ook wat je afgelopen seizoen een beetje gemist hebt? Nou, ik heb een heleboel gemist. Maar ja, nee, ja. Een van de dingen inderdaad. Het understatement ja. van het jaar ja. was dit, maar... Ja. Nee, ja, weet je, het is altijd een dunne lijn, hè. Want toen bijvoorbeeld Thomas Soeslof opkwam bij Groningen, zei hij meteen, ik ben de beste speler. Dat was hij toen ook. En toen vond iedereen dat mooi. Maar hij vindt zichzelf nu nog steeds de beste speler. En hij speelt er niet naar. Ja, dan wordt het vervelend. Ja. Dus die lijn is heel dun, hè. En dat hangt sowieso wel boven de club, hoor. Dat kun je wel breder trekken, dat... de positiviteit is enorm op dit moment. Dick Lukien, helemaal Groningse staf. Mensen zijn hartstikke positief daarover. De voorbereiding gaat goed, alle spelers zijn blij. Maar verlies je straks van jonge Ajax over 2 weken... dan is het meteen weer foute boel. Maar Dick Lukien is ook zo'n fenomeen. Want kijk, hij is ook altijd heel aardig tegen ons. En ja. Het is super moeilijk om heel kritisch op Dick Lukien te zijn. Want als jij Dick Lukien tegenkomt, dan vraagt hij ons als relatief onbekende mensen. Hey, hoe is het? Hij kent je naam. Ja. Hij is super ontspannen. Als ik hem nu een appje stuur, dan heb ik over 3 minuten een appje terug. Ja, dat is verder bij niemand. Hij is natuurlijk met 2 goede elftallen bij Emmen gedegradeerd. Maar ja... Hoe kan je niet van Dick Lukien houden ook? Dat is echt bizar, toch? Nee, maar dat is het. Hij loopt ook rond die spelersgroep en je merkt gewoon een soort rust. Ja. En dat heb je heel lang niet gehad. Michael Verrips, de keeper, die zei bijvoorbeeld dat Dick bij een van de eerste trainingen in de kleedkamer maakte hij een grapje. En ja. De spelers durfden gewoon niet te lachen. Want dat was gewoon niet de cultuur bij FC Groningen dat je lachte in de kleedkamer. Dus dat... Die spelers gaan ook helemaal dat proces door. En hij brengt gewoon iets wat er totaal niet is geweest. En dat is people management. Ja. En dat is voor die spelers top natuurlijk. Ja. En dat is al het positieve. En het probleem is natuurlijk... Ik weet niet of jullie daarheen wilden gaan. Weet je, jij maakt zelf een podcast, Thijs. Neem lekker de leiding aan. Het zijn nog ik steeds presenteer normaal ook nooit hoor. Ja. Ik luister gewoon. Het zijn nog steeds dezelfde spelers. Jij bent dus niet zo positief. Hebben laten degraderen. Nou, over de selectie ben ik niet zo positief. Want wat is het grootste probleem dan? Scorend vermogen. Je hebt Kevin van Veen, nou ja, goed, we schrijven 25 doelpunten op. Kijk, ze gaan 4-2-2-2 spelen. Zoals Dick Lukien altijd doet, hè, met het vierkant op het middenveld. Juist, en die 2 aanvallende vleugelspelers zijn momenteel Orad Mangoen en Iran Dust. Ja. Orad Mangoen kan een goal maken in de KKD. Bij Cambuur als buitenspeler, heel behoorlijk. 2-3 per seizoen. Maar nou, iets meer bij Cambuur. Kijk nou naar PEC Zwolle vorig jaar. Kijk naar Heracles, waar zat het tenminste? Scorend vermogen. Dat heeft ze makkelijk weer teruggebracht. Ik denk dat het achterin nu wel onder controle is bij Groningen. KKD-waardig, een paar eredivisiewaardige centrale verdedigers. In de as heb je met Pelupessi iemand, die gaat het wel redden. Naast hem Jorg Schreuders, een one to watch. Ja, ik weet niet of dat ook voor de KKD... Je hebt er ook nog Luciano Valent, of gaat die ervoor spelen? Ja, dat is ook een van de kandidaten. Maar je hebt daar een heleboel keuzes die eigenlijk allemaal niet goed genoeg zijn. Maar en Iran Does dan? Want die heeft in de voorbereiding best wel doelpunten gemaakt. Of moet hij vertrekken? Dat is een heerlijke voetballer als je niet voor FC Groningen bent. Iran Does is een geweldige voetballer. Het probleem is alleen, zeg maar, hij is niet blessuregevoelig. Hij is fitheidsgevoelig. Dus soms is hij fit. Ja, hij is soms fit. En als hij fit is, is het een supergoeie voetballer. Maar ja, hij ligt meer op de massagetafel dan hij op het trainingsveld staat. En dat is ook een beetje het sluimerende probleem erachter. Je hebt nog veel blessures op dit moment. Marco Rent is meteen geblesseerd geraakt. Isaac Meta geblesseerd. Gaat de start van de competitie zeker missen. Lastig, man. Maar dus, zitten de problemen dan ook zo diep dat... Want jij zegt als je dan van Jong Ajax verliest... dan zit meteen, heb je eigenlijk meteen weer een probleem. Maar vorig jaar toen Lukien met Emmen in de KKD zat... Toen heeft hij, denk ik, de eerste 5 tot 10 wedstrijden stond Emmen best wel laag. En toen heeft hij de tijd gekregen zeg maar, om het op te bouwen. Maar is de club, om het even plat uit te drukken, zo verrot dat al vanaf wedstrijd 1 de druk op komt als we verliezen? Nou ja, ik wil niemand in Emmen tegen de schenen schoppen. Maar FC Groningen dat degradeert is iets anders dan FC Emmen dat degradeert. Hè, de druk is hier enorm. Je moet gewoon terugkomen. En iedereen heeft vertrouwen in de mensen die er zitten. Maar iedereen had ook vertrouwen in Gunn en Vladeris. En, ja, niet iedereen, maar over het algemeen was daar echt een positief gevoel over. Zeker over Wouter Gudde. En dat is nu ook wel weer een beetje terug door keuzes die gemaakt zijn. Maar het vertrouwen is heel broos. Dus, en laten we eerlijk zijn, de club als Groningen moet ook gewoon, zeker met deze investeringen, moet gewoon titelkandidaat nummer 1 zijn. Ik zou af en toe nog even een kaarsje branden voor die plek 2 die ook direct de promotie geeft. Want dat is denk ik heel erg, heel erg lekker. Maar want de druk zit er vol op. Ja. En terecht ook. Ik bedoel, ja, 100%, als je geeft pakken met geld uit. Ja. Ik bedoel, dit is natuurlijk in alles een club voor het linkerrijtje van de Eredivisie. Dus ik snap dat. Ook ja, ik ben daar niet helemaal objectief in, maar ik ben het daarmee eens. Ja, dat Groningen daar in ieder geval in de buurt zou moeten spelen. En dan is het toch best wel gek dat Leon Koena, wat ook een dure jongen is, dan nu op de nominatie staat om aangetrokken te worden. Ja. Ondanks al het sentiment als er behoefte is aan scorend vermogen. Ja. Bakuna trap en afstandsschoten is wat een technisch directeur of een technisch manager dan een buitenkantje zou noemen, zeg maar. Dat is een speler met kwaliteiten die Groningen nooit zou kunnen halen op dit niveau. Behalve omdat hij... Puur door het sentiment is hij nu bereid om terug te keren. Behalve als er nu iemand... In het Midden-Oosten of in Amerika zegt, joh, hier heb je 8, 9 ton. Ja. Dan doet hij dat. Dus het is echt, ja, hij heeft Groningen echt in de wacht zitten. Maar ja, dat is wel op zich een prima situatie. Want dat is exact wat ze met elkaar hebben uitgesproken vanaf het begin. Hè? Leandro wil graag, maar je moet hem ook begrijpen. Hij is 31. Ja, ja, als er nog een schip met geld voorbij komt, ja, kunnen we dan echt boos op hem worden als hij daarvoor kiest? Nee, ja, natuurlijk. FC Groningen is op de proef bij Leandro Bacuna momenteel. Ja, maar je ziet zijn impact op de training bijvoorbeeld is ook gigantisch. Dus hij heeft nu al zijn waarde. Maar qua karakter heb je hem toch eigenlijk wel nodig? Want waar we hier vorig seizoen naar ze hebben zitten kijken, was gewoon een elftal zonder ziel. Ja, en daar... Laten we ook een beetje vooruitkijken. Maar je zit nog even lekker in die open wond te roeren. Daar liggen meerdere factoren aan te grondslag dan alleen de selectie. Kijk, dat de selectie en de staf een mismatch was, oké. Maar gewoon de totale wanbeleid vorig seizoen, dat is uiteindelijk wat veroorzaakt heeft. Weet je, kijk, als de ouders ruzie hebben, dan heeft dat altijd zijn weerslag op de kinderen. Lekker, ik hou van die metafoor. Ja, maar het is gewoon wel zo. En het is zoveel gedoe geweest. En die spelers wisten niet waar ze aan toe waren. Hadden een trainer die nul duidelijkheid verschafte. Een voorbeeld daarvan Florian Krüger. Ook voor best wel wat geld binnengehaald. Natuurlijk ex-Bundesliga, dus die verdient ook wel wat. Maar waarom ben je dan geen goede speler voor de KKD, Thijs? Daar moet je toch een doelpunt in maken? Wat ik probeer te zeggen is, Florian Krüger die zei op een gegeven moment van ja, ik had zoiets van al schiet ik er 80 in op de training, ik speel toch niet. En hij wist niet waarom. Nee, maar voor komend jaar. Want laten we even naar komend jaar kijken. Dat zou toch een speler moeten zijn die eigenlijk van de buitencategorie is voor de KKD als hij in de Bundesliga gespeeld heeft? Nou ja, ik ben persoonlijk niet overtuigd van hem. Dus dat speelt erin mee, maar op zich heeft hij wel bepaalde kwaliteiten. Hij heeft in de tweede Bundesliga een keer in een seizoen 20 goals gemaakt. Ja, weet je, dat is gewoon wel voor de KKD prima, denk ik. Dat zou je nog zeggen. Niet op VI.nl, maar goed, ik moet zeggen, de feiten die kunnen we af en toe ook een beetje in het midden laten. 11 goals is een keer... rectificatie. Nee, maakt niet uit. Er is mij, ik denk 20 goal contributions met assist erbij. Dan red je je knap uit. Als ik op VI.nl kijk, dan kom ik toch tot 10, 12 aanvallers. Is er wel ruimte in het budget / de selectie voor extra versterkingen voorin? Of is dat, exact daar ligt het probleem. Er moeten mensen weg. Alsof we net al even met elkaar gesproken hebben voordat deze podcast begon. Nee, en dat zou je bijna zeggen. In een ideaal salarishuis, kijk, dat bestaat bijna niet. Zitten je beste spelers aan de top en zo bouwt het zich af. Jeugdspelers eronder. Ja. Mooi. Het probleem is dat Groningen met Soeslof, met Abraham, met Krüger, met Pelupessi spelers heeft die niet aan de top van de selectie zitten qua kwaliteit, maar wel aan de top qua salaris. En ja, dat is wel een risico, want er is bijvoorbeeld aan de bovenkant op de huurspelers niemand weggegaan. Nee. Ja, en raakt die gast ook maar eens kwijt. Want er is natuurlijk ook geen enkele balans. Ze willen zelf dolgraag. Duarte bijvoorbeeld, die wil graag weg. Soeslof wil graag weg. Maar ja, er is echt niemand die ze op dit moment gaat kopen. En mogen die transfervrij vertrekken ook, of dat niet? Nou, dat is de reden dat niemand interesse heeft. Groningen heeft gewoon gezegd, ja luister, wij kunnen het ons op zich permitteren om jullie aan te houden. Het is hier geen uitverkoop. Ze hebben van 4 spelers gezegd, die mogen hoe dan ook weg. Ja. Nou, die zijn nu alle 4 weg. Maar ja, voor de rest houden ze echt de hand op de knip. En dat is ja, risicootje wel, omdat je ook niet kan doorselecteren. Nee, dat is dus lastig. En ja, dat is het hoepeltje waar we vorig jaar ook doorheen zijn gesprongen. Ja, ik merk dat jij heerlijk cynisch bent. Ik vind dat echt prachtig. Want kijk, 3 maanden geleden zei ik de Groningen degradeerde van die gaan 100 punten halen. Ja. Volledig op basis van het budget. Als jij heel kort moet zeggen, wat is jouw voorspelling voor komend seizoen? Ik denk wel dat Groningen gaat promoveren. Ik denk alleen niet dat het makkelijk gaat. Ja, wel direct. Nee, maar kijk, als wij in de na-competitie komen, dan gaat het valikant mis. Want dan, normaal gesproken... Dat hoop ik eigenlijk nog meer. Normaal gesproken heeft een KKD-club in die na-competitie eigenlijk niks te verliezen. Maar Groningen heeft alles te verliezen. Kijk, ik heb al een nachtmerries scenario in mijn hoofd dat we op de laatste speeldag nog die 3e plek invallen. Ja, dan kan ik je nou al vertellen. Dan kom ik niet meer bij. Dan komen wij hier nooit meer weg, zeg maar. Dan spelen we over 10 jaar nog tegen Toppels. Ja, dat is... En wat zijn dan de dingen waar je naar uitkijkt? Want als Groningen supporter, ik heb echt wereldjaren gehad in de KKD, man. Ja, het kan heel mooi worden. Hè? Dus, maar kijk je niet uit naar MVV uit? Ja, weekend, maar zeker. Die worden ook allemaal geboekt as we speak. Dus het is... Maar wel 1 seizoen. Want anders heb je echt een gigantisch probleem. Maar laten we daar even wegblijven. Daar hebben we het over gehad. De mooie dingen. Kijk, hier zou ik enorm veel zin in hebben. Ja, zeg maar. Maar het afbreukrisico is dat je naar MVV gaat en gewoon na 10 minuten met 2-0 achter staat. Ja, zeg maar. Kijk, dan heb je een probleem. Ja, maar dan blijven die kroegen gewoon open in de stad. Hoor. Ja, op zich weet je, ik ga al jaren heel veel naar uitwedstrijden. En ik heb FC Groningen zelden uit zien winnen. Dus maar dat ben je gewend. Iedere supporter, behalve van de top 3, ook dat gevoel. Ja, kijk, uitwedstrijden is altijd zo'n gevoel dat je blij bent als je er met een gelijkspel... Ja. Dan kun je elkaar de hand schudden en dan zeg je, nou, we gaan de kroeg weer in, we hebben een leuke dag gehad. Dat er een soort verbazing is als je scoort. Nee, maar dat is ook wat uitwedstrijden als je van clubs van het kaliber Groningen bent zo leuk maakt. Buiten het feit dat voor ons iedere uitwedstrijd dit jaar een wereldreis is. Oh, nu doe ik het zelf ook trouwens. Precies. Ja, hoezo? Ja, maar nu doe je net alsof Maastricht ver weg is. Kijk, Groningen-Maastricht is wel gewoon ver. Ja, voor jou. Dan heb ik geen, dus in Duitsland rijden ze van Freiburg naar Hamburg. Ja, krijgen we dat weer. Ja, door de week, Maar goed. Maar op zich... Eentje, naar welke kijk je meest uit? Wat wordt het mooiste? Maandagavond, Jong FC Utrecht uit met de verplichte buscombi. Die staat meteen speelronde 2 op het programma. En ik heb al met vrienden gezegd van... Ja, voor het gevoel moet ik daarbij zijn, zeg maar. Ja. Dus je hebt zo in je hoofd dat we over 3 jaar dan ineens Europees voetbal spelen, weet je wel. Dat je dan tegen elkaar zegt, maar weet je nog, maandagavond verplichte buscombi, Jong FC Utrecht. Ik heb lang in Utrecht gewoond. Ik ben bij bijna al die wedstrijden tegen FC Utrecht geweest. Ja. Jong FC Utrecht uit. Het was eigenlijk nooit leuk. Nee, ik ben vorig jaar toevallig bij Jong FC Utrecht Heracles geweest. Was een verschrikking. Ja dus... Het is ook, weet je komt er ineens achter bijvoorbeeld dat het licht op Zoudenbalg ook zachter is. Je hebt echt het gevoel dat je wordt in de galgenwaard gespeeld. Dat vind ik wel... Aan de ene kant is dat een... maar dat is ook een blessing in disguise, want dan heb je zo die lege tribunes. Dat is ook gewoon... Dat was... volgens mij, er was een soort memorial... Of nou, memorial is het verkeerde woord. Sorry, Leon de Voorde, als je luistert. Maar er werd geld opgehaald voor Leon de Voorde, dat hij dat... verschrikkelijk ongeluk had gehad. En dat was op zich een heel mooi samenkomen van FC Utrecht supporters, van Go Ahead supporters. Maar er zijn 2000 man in de stadion, 25.000 man. En dan krijg je Joost Broers die een praatje uit. Het is gewoon allemaal zo... Je voelt je zo klein als supporter. Kijk, en dat is het pijnlijke. Weet je, dat je hier thuis speelt tegen Ajax, maar dan jong Ajax en dan een leeg uitvak en dat soort dingen. Ja, dat ga je ook allemaal door. Ik ben toevallig bij Heracles ook bij een wedstrijd tegen Jong FC Utrecht geweest, thuis. Heracles thuis. Ja, die stonden na 30 minuten met 4-0 voor. Bij de 4-0 stonden mensen op de lange zijde niet eens meer op, zeg maar. Ja, weet je... Ja, maar er gaan momenten komen dat je tegen Jong Ajax speelt bijvoorbeeld. Dat je 1-0 voor staat, dat zij aan het drukken zijn. Dat ze een kwartier voor tijd al hun 3 aanvallers eraf halen, omdat die later met het eerste mee moet. Ja. Weet je, en dan ga je die wedstrijd winnen. Maar dan voel je... Hij is blij, hè? Hij kan tegen iemand weer zijn belofte... Nee, maar ik haat belofte. Maar goed, laten we afsluiten, want we zijn veel te lang bezig al. Thijs, wil je nog even je podcast noemen? Kon veel minder. Kon veel minder, ja. Je werkgever. Toepay ook, hè? Netto bedragen voor ZZP'ers. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar... Sponsor van ons, man. Stuur maar een voorstel. Ja, oké, nou... en we waren vandaag al sponsor zonder ervoor te betalen. Dus, dat is jullie gegund. En dan heb je ook nog Conformin in de podcast. Ja, gisteren met de beide watchers opgenomen. Stefan Bleken en William Pomp. Nou, dat was een spektakel. Ja, ik hou zo van clubwatchers, maat. Het is echt... Wie is jouw favoriete clubwatcher in Nederland om af te sluiten? Rayon Boeringa. Ik hoorde jullie net over hem zeggen... ik kom niet bij hem op de koffie. Nou, wij kwamen vorig jaar bij hem op de barbecue. Toen we met hem een podcast gingen opnemen, kwamen we daar aan. Had hij ineens al een hele middag de Green Egg aangehad. Dus, dan ben je een hele grote. Ajaxiden hebben mazzel met de clubwatcher die ze gekregen hebben. Hij stijgt echt met stip op de clubwatcherslijst van dit jaar. Dus Ja. Ja. Hij zit in de lift. Oké, nou goed, dan is het voor ons weekend. Wout, ga je nog wat doen? Ik ga nog naar een wedstrijdje van Groningen. Oh ja, wij gaan zo meteen naar Groningen, de Graafschap. Eens even Peter Bijvelds knuffelen. Ja, met prachtige middelsten. Ja, want wij moeten jullie dankbaar zijn. We kunnen met jullie meerijden. Anders hadden we met de regiobus 40 minuten vanaf Groningen rijden. Jij bent zo'n verdette, jongen. Je moet 40 minuten in een bus zitten en dat vind je gewoon erg. Ik ben een verdette? Ja. Ik ben juist geen verdette. Dat komt omdat al het geld voor het OV naar de Randstad gaat. Hè? Dus, dat is zeker waar, ja. Daar maken jullie elke dag ook weer gebruik van. Dus, ik hoop dan moet je ook over 2 weken woon ik gelukkig weer in Utrecht. Dan moet je ook af en toe de keerzijde voelen. Hartstikke bedankt voor het kijken en luisteren. Neem een borrel. En ik zou zeggen, tot maandag.